Ik begin het echt steeds leuker te vinden, dat wakker maken. Gevoelstemperatuur -5. Wat doe ik hier? Tijd voor een flashback. Nou, die flashback had dus geen enkele zin. We hebben namelijk geen beelden. Deze keer heeft iemand wat gezegd in een blad. Ik zal het even voorlezen. Basketbal, inderdaad. Een suf oranje bal in een netje. Daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. En dit is een foto. Nou, we herkennen hem natuurlijk allemaal. Dat is hem. Jaap Jongbloed. Oké. Dus een bal. 2,16 meter en nou, ook iets van 2 meter basketbalgeweld. Mooi, ik ga hem even wakker maken. Zo. Ik ben er zo terug, hè. Al die rijdbekkers Amerikaan. Oh jee, ik hoor niks. Ik hoor geen bel. Hoort iemand een bel? Nee, er nog eens. Nou, misschien moet ik dat er even bij vertellen. We wilden hier namelijk dat basketbalveld uitlichten. En toen hebben we gevraagd bij de buurvrouw, dus ik denk aan die kant. Want aan die kant is water, dus het is logisch dat het aan die kant is. Of we daar even een haspeltje met een stekkertje. Maar die mevrouw die wilde niet meedoen. Toen hebben we nog uitdrukkelijk gevraagd, wilt u alsjeblieft niet tegen Jaap Jongbloed zeggen dat we eraan komen. En wat heeft dat kutwijf gedaan? Precies, gezegd dat we eraan komen. Nou, dan ga ik maar even roepen. Jaap! 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 Polderman. Shit, man. Ik ben nou echt al heel lang bezig. Nou hoor ik hem ook. Ik ben blij dat ik jou bij me heb. Nou. Come on, we're trying to show you. Yeah, man, run that door, man. En hij heeft het nog wel gezegd dat ik hem midden in de nacht kon wakker maken voor een potje basketbal. Regel je de, van die Rico Astronauts. Sky high, fly me to the moon. Doet hij niet open? Ja, maar. Nou, misschien moet maar even... hoe heet dat ook weer? Een hoepje shooten. Shoot some hoops. There you go. Kom je daar helemaal je nest eruit met -5 gevoelstemperatuur. Het is toch jammer, moet je kijken wat ik allemaal geregeld had. Hier. Een shirt met Magic Jaap. Ja, ik moet even voor de gein even één dingetje doen. Zo. Rennen, jongens, rennen. Kut, is die bal. Ook nodig om hier weer te bellen? Hoi, Polderman. Is het ook nodig om hier weer te bellen? Ja. Dat lijkt me nergens voor nodig. Oké, ga dan slaap lekker verder. Moppie. Dat vind ik helemaal niet prettig. Nee, ik ook niet. Goed, kan ik de politie bellen? Of ja hoor, bel maar. Daar heb ik ervaring mee, die komen toch niet. Hey jongen. Maar waarom bel je hier? Omdat ik u zo leuk vind. Bent u al lid? Nee, natuurlijk niet. Nou, jammer. Getrouwd ook niet zeker. Dus dit is dat BNN-verhaal waar ik gisteravond ook over lastig gevallen werd? Ja. Ja, ik vind er absoluut niks aan. Oeh. Waarom bel je me in godsnaam om 5:45 morgens uit mijn bed? Nou ja, ja, wordt nee, dat is niet leuk, niet? Nou ja. Het wordt een mooie dag. Nou, ik hoop dat je niet open gedaan wordt. Als je nog één keer de bel hoort, dan gaat zo naar 112, hoor. Leuk, hè? Dat vind ik. Gaat u dan 112 bellen? Wou je soms weer ordinair gaan doen? Nee, maar gaat u dan 112 bellen? Dan bel ik nog even. Wil je me niet zo in dat schijnwerperlicht zetten? Wil je dat ding uitdoen? Nee. Heb je wel eens van een waterstraal gehoord? Ja. We hebben dit wel, denk ik. Dit is leuker dan basketballen met Jaap.